Mevrouw en mijn heren, hartelijk welkom in deze zaal, maar vooral de mensen thuis die kijken naar deze boeiende lezing over Deventer. Het is nou eenmaal een vervelende tijd door de corona en we hebben het zo moeten doen. We hebben vandaag als gast bij onze historische vereniging ons lid en echte Deventenaar Georg Hartong. Hij heeft een fenomenale kennis van de geschiedenis van Deventer, ook zeker van plattegronden. En hij heeft daar een heel aardig boek over gemaakt. U ziet het waarschijnlijk hier wel voor me. En Zicht op Deventer, waar hij een aantal plattegronden en profielen van de stad heeft verzameld. Hij gaat ons daarover vertellen. En het is altijd heel leuk om te weten van, oh, dat is nu hier. En toen was het ook daar, maar toen konden we het nog niet zo makkelijk vinden. Kortom, Georg Hartong, Deventeraar in hart en nieren, gaat ons vertellen over zijn boek Zicht op Deventer. En mocht u geïnteresseerd zijn, het is te koop bij de antiquariaten van Berry in de Kleine Overstraat en in het antiquariaat in de Nieuwstraat. Het is zeer zeker de moeite waard. Ik geef het woord aan Georg Hartong. Goed. Dan ga ik een begin maken met mijn verhaal. Het boek wat je zo net gezien hebt is ook hier zichtbaar. Het boek is heb ik samengesteld op verzoek van de antiquariaten Chameleon met de eigenaren Nanny en Berry Bosgoed in de Kleine Overstraat. Ze bestaan 25 jaar en ze wilden een bijzondere jubileumuitgave laten verschijnen. Aangezien ze van plan zijn om zich in de toekomst meer te richten op kaarten en prenten van Deventer en Overijssel, leek het onderwerp plattegronden en dan uitsluitend de ingevulde plattegronden met stratenpatroon en de profielen, dat wil zeggen de gezichten op Deventer vanaf de worpzijde, om die bijeen te brengen in een boek en zodanig te beschrijven dat degene die een van die prenten uit die categorieën bezit, met behulp van het boek kan determineren waar de prent vandaan komt, hoe oud de prent is en op die manier zijn documentatie op orde kan brengen. Er zijn een aantal collecties bezocht voor het samenstellen van het boek. Uitgangspunt was de collectie van de Chameleon zelf. Daarnaast een van hun klanten, Frank Baars uit Hengelo, bezit een fenomenale verzameling kaarten en prenten van heel Overijssel. Zeer overzichtelijk opgeborgen en uitstekend gedocumenteerd. We zijn op bezoek gegaan bij de Universiteitsbibliotheek in Leiden, waar de beroemde collectie Bodel Nijenhuis zich bevindt, bijeengebracht in de tweede helft van de 19e eeuw en een collectie vol unieke kaarten en prenten. Het Rijksprentenkabinet bij het Rijksmuseum is bezocht, het historisch centrum Overijssel in Zwolle en uiteraard ook de collectie van de museuminstelling Deventer Verhaal. Dat alles bij elkaar heeft een onverwacht groot aantal prenten opgeleverd. Je schreef natuurlijk naar volledigheid, maar ik weet ook wel dat op dat punt volledigheid een utopie zal blijken te zijn, want er kan altijd weer een Frans, Duits of Engels boekje opduiken waarin een prent van Deventer staat die niemand nog ooit heeft gezien. Maar goed, streven naar volledigheid is gewoon realiseren daarvan is een stuk moeilijker. Dit is het overzicht van de zaken die ik achtereenvolgens ga behandelen. Bovenaan de afbeeldingen staan steeds met welke rubriek we bezig zijn. Dus dit plaatje is alleen maar even om nu een voorlopig overzicht te geven. De alleroudste bekende gedrukte afbeelding van Deventer ziet u hier. Het is een panoramisch gezicht op Deventer. De prent is een unicum. Hij is pas in de Tweede Wereldoorlog in bezit van Deventer gekomen. Een Amsterdamse verzamelaar, Hendrik Bos, een zeer rijk geworden houthandelaar, heeft de prent in een buitenlandse catalogus gekocht. En hij meende dat Deventer de beste plaats was om de prent naartoe te doen.
Dus in 1942 werd Deventer verblijd met deze prent. En de toenmalige archivaris en bibliothecaris, meester van het Hof, heeft dat ook meteen beschreven in de krant en later ook in een tijdschrift. Het is een zeer fraaie prent. Want u ziet hier alleen het bovenstuk. Deze afbeelding geeft het blad in zijn geheel. Er is dus een gedicht op Deventer onder geschreven. Er zit een legenda bij. En hoewel het de prent pas bekend is geworden in Natura, zeg maar, in dus 1942, kende Jacobus Revius de prent al. In zijn Deventia Illustrata beschrijft hij de prent, heeft hij het gedicht opgenomen en hij vermeldt er ook bij dat het in Deventer is gedrukt en uitgegeven. Van het Hof zegt dat dat een prent is die uit circa 1550 dateert en hij, op grond van vergelijkingsmateriaal, noemt hij Hans Richard Manuel de maker van de prent. Hij heeft daar zelf enige twijfels bij en dat is ook terecht. In de loop van het onderzoek zijn we erin geslaagd om deze prent, de oudste dus van Deventer, nader in beeld te brengen. Ik ben zelf een boekenman. Henk Nalis is een archiefman. Dus ik heb Henk Nalis gevraagd om eens in de camera's rekeningen van Deventer te gaan kijken. Het was mijn uitgangspunt dat die prent vervaardigd was in opdracht van het stadsbestuur van Deventer. En dat blijkt ook inderdaad het geval te zijn. In de rekeningen van 1552 komt een post voor waarin het gemeentebestuur 30 goudguldens betaalt voor de verteringen die de Meister van Utrecht heeft gemaakt in de Blauwe Engel. De Meister van Utrecht die de stad geconterfeit heeft. Nou, als we kijken naar de titel van de prent, waarachtige afconterfeitingen, dan mogen we rustig aannemen dat de Meister van Utrecht de maker is van deze prent. En dan kan daarmee dus meneer Manuel uit de boeken geschrapt worden. Revius schrijft dat de prent in Deventer is gedrukt en uitgegeven. Als we gaan kijken in de jaartallen 1552, 1553, dan zijn er maar twee drukkers die in aanmerking komen voor deze prent. Dat is Dirk van der Borne, junior, en Richard Pafraat, junior. Vergelijking van het lettermateriaal heeft onomstotelijk aangetoond dat Richard Pafraat junior de drukker van de prent is geweest. Zijn lettermateriaal komt met een aantal hoofdletters volledig overeen met wat op deze prent gedrukt staat. Dus we hebben de prent nog nauwkeuriger gedateerd, 1552, misschien 1553. Die vertering was uit september, dus het kan ook nog 1553 zijn dat de prent gedrukt is. Dan zou het eerste product zijn geweest van Richard Pafraat junior. Want die heeft zijn vader Albert Pafraat opgevolgd. En tot nu toe was het oudste bekende drukwerk van hem uit 1553. We hebben de maker, de Meister van Utrecht. En we hebben ook nog gevonden een tweede exemplaar in een museum in Keulen. Waarin alleen de prent is afgedrukt en een titel daarboven. Het drukwerk verder in de randen en aan de onderkant is in het exemplaar in Keulen niet aanwezig. Dus er is ook nog een tweede druk geweest, want de titel van het Keulse exemplaar wijkt af van wat er boven de Deventerprent staat. Dan hebben we een prent opgenomen die eigenlijk buiten de categorie valt, omdat die pas gedrukt is in 1838, in de Overijsselse Almanak. Maar de voorstelling daarvan is op grond van archiefmateriaal te dateren op 1567. Bovendien staat er een aardig profiel van Deventer op deze kaart, gemaakt door Jan van Doetinchem, de bekende Jan van Doetinchem senior, de bekende teller uit de graveursfamilie, waarover Henk Nalis een vierdelig boek heeft geschreven. Het is een kaart die vanwege een juridisch geschil ontstaan is, maar hij bevindt zich ook in de collectie Deventer Verhaal. En dit is het profiel wat daar zichtbaar is. Toch een heel duidelijk en mooi profiel. U ziet op de kaart
aan de, even kijken, hier de brug. Dat is een soort rampenbrug geweest in de loop van de geschiedenis. In 1482 gaf David van Bourgondië, de bisschop van Utrecht, toestemming voor een oeververbinding. Daarvoor was er alleen maar een voetveer geweest, dus ze moesten met een bootje de mensen en het vee de IJssel over. De brug is een paalbrug, een vaste brug, is dus gereed gekomen in 1487. En in 1522 is de brug voor de eerste keer verbrand tijdens een beleg van Karel van Gelder. Nou, dat was kennelijk een heel gedoe, want pas in 1539 was de brug weer voor, te gebruiken. Nou, mooi zou je denken, helaas. In 1570 is de brug zeer ernstig beschadigd door zware ijsgang en onbruikbaar geraakt. De restauratie ging iets sneller. In 1576 was de brug weer klaar. Maar wat gebeurt er? In 1578, bij het beleg van Rennenberg, gaat de brug opnieuw in de brand. En wordt die onbruikbaar. Het betekende dat Deventer jarenlang zonder een vaste oeververbinding met de overkant zou zitten. Wat u verder hier ziet, is de enorme omvang van de Noordenbergtoren. De Noordenbergtoren, dit was dan de brug dus. Nou, de Noordenbergtoren, een geweldig bouwwerk. De contouren daarvan zijn nu nog enigszins zichtbaar in de parkeergarage aan de Gipsonstraat, de vroegere Hardonkgarage. In de grond zijn de contouren nog zichtbaar. Dat was een, in algemene zin een fenomenaal bouwsel, want de toeristen of de reizigers die Deventer bezochten en meenden een paar dingen te moeten gaan bekijken, hadden een soort vaste kanon. Uiteraard de Lubbewinuskerk op het Grote Kerkhof, het stadhuis, het Waaggebouw, de Penningshoek en de Noordenbergtoren. Nou, dat is op zich natuurlijk merkwaardig, want bij die andere gebouwen kan je je wel iets voorstellen dat het interessant is, maar de Noordenbergtoren. Wat was er aan de hand? Kennelijk was het een toren met, nou ja, misschien wel de dikste muren die bekend waren. Die reizigers hebben ons gelukkig die gegevens meegedeeld en het blijkt dus dat de muren van de Noordenbergtoren 18 voet dik waren. Nou, als u een voet stelt op 30 centimeter, dan komen we dus op 5,40 meter uit. De dikte van de muren van de toren. Nou, tel daar een doorsnede van de toren van 12 meter bij op. En je komt dus in een totale doorsnede van 24 meter. De kap op de toren kunt u hier nog zien. Helaas is bij het beleg van 1578 ook de kap van de toren eraf geschoten en die is nooit meer hersteld. Op latere afbeeldingen kunnen we dat heel duidelijk laten zien. In het boek worden prenten behandeld die met twee technieken gemaakt zijn: houtsneden en kopergravuren. Houtsneden is de oudste wijze van illustraties verzorgen. In een blok hout werden, nou ja, afbeeldingen gekerfd. Uiteraard in spiegelbeeld, want het moest later omgekeerd afgedrukt worden. Kopergravure is een vervolgontwikkeling. Een kopergravure kan een afbeelding veel verfijnder laten zien dan een houtsnede. Die is in het algemeen toch enigszins grof. Het was een apart vak, koperetser. De plaat die ik hier laat zien, komt verderop in het verhaal nog wel terug. Dit is de etsplaat van het profiel van Deventer van Caspar Philips. Een prachtig gezicht op Deventer. En wonder boven wonder is de etsplaat in het archief van de firma De Lange bewaard gebleven. En een directeur, een meneer Wilterdink, heeft op het einde van de 19e eeuw de plaat geschonken aan het Deventer Kabinet van Zeldzaamheden. Vervolgens is dat museum De Waag geworden en tegenwoordig dus museumorganisatie Deventer Verhaal. De plaat is aanwezig in het depot van Deventer Verhaal in Zwolle. Na 1800 krijgen we nieuwe technieken, maar die komen we dus bij onze prenten verder niet meer tegen.
de lithografie of steendruk. Daarvoor waren dus grote stenen nodig. Niet zo heel handig als je het vergelijkt met houtsneders en kopergravures. Een staalgravure, die was nog weer iets verfijnder dan de kopergravure in het algemeen. Een houtgravure, een houtsnede was een houtblok met randen. En een houtgravure is een open voorstelling in hout uitgesneden. Die werd vooral gebruikt bij boeken die in grote oplagen gedrukt werden. Chromolithografie, dat is een steendruk, een lithografie, maar dan in verschillende kleuren. Het moeizame daarbij is dat je voor elke kleur een nieuwe steen nodig had. Dus het is een hele ingewikkelde drukgang om een vier kleuren litho te drukken. Daar moest je vier keer een drukgang voor hebben. En je kan het bij een chromolithografie ook zien. Het lijkt alsof die kleuren er bovenop liggen. Heeft ook niet zo heel lang gebruik gevonden, want Berry Bosgoed heeft ooit het archief van drukkerij de IJssel moeten opruimen in een bepaalde functie. En daar kwamen dus nog allemaal stenen, litho's tevoorschijn. En dat is dus je moet een enorm magazijn hebben als je een boek in kleuren of in chromolithos wilt gaan uitdrukken. Dat is ontzettend onhandig. Maar goed, het is wel gebeurd. Dat is even voor de volledigheid, hoor, die zaken die na 1800 vermeld worden. Dit is een voorbeeld van een kopergravure, gezicht op Deventer. In ons boek staan bijna 10 van dit soort voorstellingen met kleine varianten. Bijvoorbeeld de ruitergroep, die ontbreekt bij een aantal prenten, bij de oudste prenten. Dit soort prenten is eigenlijk nooit in de handel aanwezig. Het kenmerkende daarvan is de enigszins ovale vorm en de decoraties in de hoekstukken. Wat is nou gebleken bij het onderzoek van dit boek? Dit type komt alleen maar voor bij grote, meerbladige kaarten van de Nederlanden. Kaarten die gedrukt zijn in 6, 9 of 12 bladen. Dat waren dus enorme lappen papier. Die waren voor gemiddeld huis ook niet aan te schaffen natuurlijk. Maar vroeger waren er nog wel wat van die kapitale huizen en kastelen en buitenplaatsen. Dus dat waren dan de potentiële kopers. Je kon zo'n meerbladige kaart van de Nederlanden versieren. Boven, onder, links en rechts kon je randstukken plaatsen. Wat is nou gebleken? Dit type gezicht op steden stonden links en rechts van die meerbladige landkaarten. Aan de ene kant 10 Zuid-Nederlandse steden, aan de andere kant 10 Noord-Nederlandse steden. En bij die Noord-Nederlandse steden was altijd Deventer aanwezig. Als enige Overijsselse stad. Merkwaardig genoeg was ook vrijwel altijd Zutphen aanwezig op die kaart. En verder dus, bekende grote steden, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht. Maar goed, Zutphen en Deventer horen daar dus kennelijk ook bij. Je kon die kaarten naar draagkracht van je beurs kon je bestellen. Je kon de kaarten alleen bestellen zonder randstukken. Je kon 2 randstukken bestellen. Je kon 4 randstukken bestellen. Boven en onder waren meestal scènes van vorsten en veldheren enzovoort. Die kaarten zijn natuurlijk steeds moeilijk bewaard gebleven. We hebben meer prenten van Deventer gevonden op deze manier uitgegeven dan er kaarten bekend zijn. Dus kennelijk zijn van een aantal van die grote kaarten de exemplaren verloren gegaan. Er zijn alleen nog een paar van die randstukken bewaard gebleven. Ze werden gedrukt in 5 van die profielen boven elkaar. In de collectie Bodel Nijenhuis zijn een paar van die losse randstroken bewaard gebleven, zodat we dat in ieder geval kunnen reconstrueren hoe dat gegaan is.
Nou, waarom werden de kaarten gemaakt? Dat zijn een aantal redenen. Militaire redenen. Algemeen wordt aangenomen dat de stedenatlas die Jacob van Deventer heeft gemaakt, dat die in opdracht van Karel V en Philips II is samengesteld vanwege strategische en militaire redenen. Van de Nederlanden wilden ze, kennelijk met een profetisch gevoel, de steden in kaart gebracht hebben. Want dat kwam natuurlijk later in de 80-jarige oorlog uitstekend van pas, dat ze wisten hoe de steden eruit zagen, waar ze versterkt waren, waar de zwakke punten lagen om een stad te gaan belegeren. De kaart van Jacob van Deventer met het profiel, de kaart van Doetinchem met het profiel daarboven. Dat ging om een grensgeschil tussen Overijssel en Gelderland. In het Rijksarchief in Gelderland is precies dezelfde kaart aanwezig als in de collectie van Deventer verhaal. En het ging dus om de onduidelijke grensafbakening in de buurt van de Koerhuisbeek boven Deventer. Nu is het nog steeds zo, in de buurt van de A1 loopt de provinciegrens. En daar was kennelijk vroeger gedoe over. Nou ja, het illustreren van teksten is natuurlijk duidelijk. Je kan een tekst verduidelijken door er een illustratie bij te zetten. Je kan een tekst opleuken door een mooi plaatje erbij. Stedenboeken. Ze beginnen dus in de 16e eeuw gemaakt te worden. Het is natuurlijk zo dat vanwege de opkomst van het humanisme kregen de mensen meer belangstelling voor de mens en de omgeving. En het was minder natuurlijk alles op God gericht voor die tijd. Nu gaat de mens centraal staan. Bovendien gaan de ontdekkingsreizen plaatsvinden. Dus de mensen krijgen belangstelling voor de omgeving. En vandaar dus dat dan die stedenboeken voor de rijkere mensen geschikt waren om zich te oriënteren. Ook in dezelfde tijd beginnen de atlassen te verschijnen. Eerst in Venetië en in Italië als losbladige systemen. En vanaf 1570 bij Ortelius, dus ook in atlasvorm. Nou, prestigeobjecten. Een stad die wil laten zien dat ze erbij horen, dat het goed gaat en wil zich presenteren. Daarvan is een mooi voorbeeld, wat we straks nog wat nader zullen gaan bekijken, wat Deventer betreft. De kaart van Jacob van Deventer. We weten dat Jacob van Deventer in 1557, 1558 in Deventer was. We weten ook dat de kaart gemaakt moet zijn voor september 1558. Want toen is in de buurt van de brug het bastion Graaf van Buren gereed gekomen. En dat staat dus niet op deze kaart. Die moet dus van voor. Hier moet het bastion Graaf van Buren komen. Dat was er dus nog niet. Jacob van Deventer voorzag op deze plattegrond. Hij heeft twee plattegronden gemaakt. Dit is de uitvergroting van de binnenstad. Daar heeft hij Latijnse namen bij allerlei gebouwen gezet. Bij alle poorten heeft hij het woord porta gezet. Behalve bij twee poorten. En we zullen straks zien als we de plattegrond van Braunhogenberg gaan behandelen, dat hij vrij klakkeloos de gegevens van Jacob van Deventer heeft overgenomen. Als bij een gebouw geen porta staat, maar het is wel een poort, heeft hij hem niet opgenomen. We zullen dat straks laten zien. Bijvoorbeeld hier. Staat porta. En dat is de Duimpoort. Maar hier, bij de Vispoort, staat geen porta. Dus die heeft hij niet opgenomen. Dit is de Brinkpoort. En dit is de Buitenbrinkpoort. De Buitenbrinkpoort is in 1544 gereed gekomen. Dat moet een bijzondere poort geweest zijn, die Buitenbrinkpoort. Die heeft ongeveer gelegen daar waar nu het einde van de Geert Grotestraat is. Hij was versierd met beeldhouwwerk. En bovenop de Buitenbrinkpoort stond een groot standbeeld van Karel V. Met in de ene hand een wereldbol
en in de andere hand het rijkszwaard. Het is dus duidelijk dat... dit later het rondeel de keizer ging heten, vanwege de buitenbrinkpoort waar het beeld van Karel de Vijfde stond. En uiteraard de Keizerstraat, dat verwijst natuurlijk rechtstreeks daarna. Dan hier buiten, moeilijk leesbaar, staat Horea. Dat betekent pakhuis of voorraadschuur. Het is dus heel merkwaardig dat buiten de muren van de stad voorraadschuren lagen. Kennelijk was er in de stad zelf geen plaats voor. En het is natuurlijk wel heel erg kwetsbaar om je voorraadschuren buiten de ommuring van de stad te hebben. In geval van belegeringen is dat het eerste wat geplunderd wordt of in de brand gestoken wordt. En dan gaat je voorraad graan heel wonderlijk. Ze zullen wel op een of andere manier ook bewaakt geweest zijn, neem ik aan. Want anders wordt het wel een heel moeilijk verhaal. Hier zijn galgen. En rechts daarvan, wat voor gebied is dat? Ja, dit is de hoogte van de Gibsonstraat. En hier de molens, wat later de Molenstraat is gaan heten. Dus iets ten noorden daarvan stond kennelijk een gerechtelijke plaats. En rechts daarvan, van die galg? Ja, dit is niet te zien. Rechts. Al die huisjes. Er was al enige bebouwing, buiten de stad natuurlijk toch wel. Hier is goed te zien waarom we van raambuurt spreken. Hier stonden droogramen. En ik kan ook zien dat de Schipbeek in de gracht uitmondde, eerst met een molen erbij. Het wordt mola, dat zien we hier dus ook, daar kom ik later nog op terug. We zien dus de dubbele ommuring van Deventer. Dat betekent dat er ook heel vaak binnen- en buitenpoorten waren. Dus waren dubbele poorten over het algemeen. Jacob van Deventer. Daarvan wordt misschien gedacht dat hij in Deventer geboren is, maar dat is niet zo. Jacob van Deventer is in Kampen geboren. Hij was de natuurlijke zoon van een priester en een kampervrouw. En hij moest dus uit de stad weggewerkt worden. Vanwege het te verwachten schandaaltje. Hij is toen in Deventer terechtgekomen. Is daar opgevoed en school gegaan totdat hij naar de Universiteit van Leuven ging. En kennelijk was dat een aangename periode. Want hij heeft zich daarna Jacob van Deventer genoemd. Maar hij is dus niet, wat je zou verwachten, op grond van zijn naam geboren in Deventer. Dit was dus de kaart van Van Doetinchem vanwege een grensverschil met Gelderland. De grenzen zelf zijn dus weliswaar niet aangegeven. Maar hij is duidelijk daarvoor gebruikt. We zien is het klooster te Hunnepe aan de rechterkant. Nou ja, je ziet nog een tichelovend, dus een steenbakkerij. Het koerhuis staat er al op. Het klooster te Hunnepe. We zien dus, het is bekend uit de literatuur, dat er dus bij het koerhuis twee tollen gekomen zijn. Dus pas in de buurt van bij het werken aan de A1 is het tolhuis aan de Gelderse kant tevoorschijn gekomen. En ook het koerhuis was dus een tolhuis. Maar merkwaardig genoeg staan die hier dus nog niet aangegeven. Waarschijnlijk was de grens nog niet echt definitief vastgesteld. Als we het hebben over, nou ja, ter decoratie, is dit een mooi voorbeeld. Dit is een zogenaamde wand- of plakalmanak. En die waren bedoeld voor kantoren. Die kon je, nou ja, met punaises of spijkers aan, op de muur
vastzetten of je kon ze opplakken en ergens tegenaan zetten. Alleen een brei van lettertjes wordt natuurlijk aanzienlijk leuker als je daar een mooi stadsgezicht boven zet. Dit is het enige bekende exemplaar van een Deventer wand- of plakalmanak. Het zit in de collectie Deventer Verhaal en is dus gelukkig voor het nageslacht behouden gebleven. Iets buiten de orde van de grootte van het boek, maar Berry wou hem graag de afronding van het boek erin hebben. Dit is het omgekeerde, niet een plaatje om het verhaal op te leuken, maar de kern is hier het plaatje en daar komt een verhaal bij. Dit hoort thuis in de zogenaamde emblemataalliteratuur en die kan je heel populair omschrijven als een plaatje met een praatje. En dat waren vaak toch ook wel enigszins moraliserende teksten die daarbij stonden. Dit is een afbeelding uit een boek van de enige emblematabundel van een Deventer dichter, Jan van der Veen. Hij was kruidenier en later opgehoogd tot apotheker in Deventer. En hij heeft in 1642 een gedichtenbundel uitgegeven, Zinnenbeelden of Adamsappel. Nou, die subtitel Adamsappel geeft al een beetje de strekking van het verhaal weer. Want het gaat over de Adam en Eva in het paradijs en het bekende appelverhaal. Dus de gedichten gaan meestal over dingen die je niet moet doen en die je vooral heel zorgvuldig achterwege moet laten of waar je je voor in acht moet nemen. Dat geeft alweer duidelijk het moraliserende van het verhaal weer. Dit is het eerste gedicht in deze embleembundel. Het is een gedicht op de Deventer adelaar die hier staat en die ook natuurlijk in het stadswapen aanwezig is. En de Deventer adelaar wordt gevraagd de burgers te beschermen tegen de wisselvalligheden van het lot. Het Rad van Fortuin staat daar afgebeeld. Het Rad van Fortuin dat je makkelijk kan verpletteren op een bepaalde manier. Bovenop het Rad van Fortuin zit de Deventer stedenmaagd met het wapen van Deventer. Nou ja, de Lubbewienestoren is duidelijk zichtbaar. De Noorderbergtoren links is duidelijk zichtbaar en daarbij de molens. Het is een, evenals de gedichtenbundel zelf, tamelijk onbekend in Deventer, Jan van der Veen. Dat wil niet zeggen dat hij landelijk onbekend was, want nadat die bundel in 1642 in kwarto formaat is uitgegeven in Amsterdam, is hij nog 10 keer herdrukt tot 1745 in octavo formaat. In het Deventer jaarboek voor volgend jaar heb ik een verhaal geschreven over de Deventer elementen in het werk van Jan van der Veen. En dat zijn er eigenlijk wel verrassend veel. Maar goed, dat is voor volgend jaar. Stedenboeken. Nou ja, het eerste stedenboek is het stedenboek van Braun Hogenberg. Dat is in 1576 beginnen te verschijnen. En dat heeft tot 1616 geduurd voordat het zesdelige werk compleet was. In deel 3, dat in 1581 is verschenen, is de plattegrond van Deventer opgenomen. Atheneumbibliotheek heeft een volledige set van de zes delen van het stedenboek van Braun Hogenberg. Atheneumbibliotheek heeft ook het stedenboek van Blauw, dat in 1649 voor het eerst verschenen is. En dat de prachtige plattegronden bevat, waarop ik straks nog terugkom. Prestigeobject. In 1591 was Maurits dus degene die Deventer weer opnieuw onder staatsgezag bracht. Hè? De zogenaamde reductie van Deventer. De oorlogshandelingen waren toen grotendeels voorbij. Dus de stad kon weer toekomen aan datgene waar men goed in was. Handel drijven en geld verdienen. Vervolgens kwam in 1609 12-jarig bestand. Dus toen waren de reismogelijkheden allemaal nog weer veel beter, omdat er een wapenstilstand was. Deventer had kennelijk weer geld verdiend in de handel. En men wilde dat dus duidelijk kenbaar maken. In 1613
was het zadeldak van de Lubbewinestoren verwijderd. Deventer wilde een carillon aanschaffen, ook alweer een bewijs van dat het goed ging in de stad. En daarvoor hadden ze dus een klokkentoren met galmgaten nodig. Nou, toen is dus niet zomaar iemand, maar Hendrik de Keizer, de bekende Amsterdammer, gevraagd om een klokkentoren te maken. Officieel heet zoiets een campanule, maar in Deventer spreken ze ook heel vaak over de peperbus. Daarbovenin moest ook nog een deftige spreuk komen, gemaakt door onze rector van de Latijnse school, Gualterus Silvanus. Dat klinkt natuurlijk ook heel goed als rector van de school. Eigenlijk heette die man dus Wolter Wolters, maar dat klinkt natuurlijk niet. Gualterus Silvanus, nou ja, denk maar aan Desiderius Erasmus, die eigenlijk Geert Geerts heette. Nou, dat andere klinkt toch beduidend beter. Nou ja, hij heeft daar dus een spreuk gezet. Fide Deo, Figila, Consule, Fortis Age. Nou, uiteraard moest dat een Latijnse spreuk zijn. Hoek, de oprichter van het museum De Waag en conrector van het gymnasium, heeft dat keurig vertaald in het Nederlands. Op God vertrouwen, waakzaam schouwen, vooraf bezinnen en dappere daden minnen. Nou, daar kunnen we het mee doen. Dit is dus een vierbladig, dit is het middenstuk uit een vierbladig stadsgezicht. Als je die vier bladen monteert, dan krijg je een stuk van 39 centimeter hoog bij 2,12 meter. Dat is een knaap van een gravure dus. Bovendien zitten er nog eens, als het goed is, afzonderlijk gedrukt, ondergeplakt, een tekst van diezelfde Gualterus Silvanus, in het Nederlands trouwens, van 24 kolommen tekst. Die combinatie van die twee is natuurlijk uiterst zeldzaam. Deventer Verhaal heeft twee exemplaren van deze gravure. Een hele mooie zwart-wit zonder de tekst erbij. Een hele beschadigde gekleurde, door een kind gekleurd waarschijnlijk, zo ziet het er wel uit, maar wel met de tekst eronder. Dus alles bij elkaar heeft Deventer in ieder geval een compleet exemplaar. En nou ja, er zijn er misschien wereldwijd 4 of 5 van bekend. De prent is gemaakt door Klaas Jansson Visser en dat was zijn specialiteit. Hij heeft misschien wel 40, 50 van dit soort profielen van steden in Nederland en in Europa gemaakt, ook tot ver buiten de grenzen. Maar goed, Deventer wilde zich dus ook op deze manier presenteren. Wat nog apart is, de Melksterpoort, die staat op de andere kaarten niet. Dus waar nu de Melksterstraat is, was vroeger ook nog een Melksterpoort. Dat betekende dus dat alle uitgaande straten uit de stad hadden een poort. Dus die stakelde toren, de Vispoort, de Duimpoort, de Melksterpoort, de Zandpoort, de Bergpoort, de Brinkpoort. Dat waren dus de uitgaande wegen uit de stad. Er zijn natuurlijk een paar kaarten die het helemaal gedaan hebben, gemaakt hebben. De eerste daarvan is Jacob van Deventer. Ook die is in het boek opgenomen, ondanks dat hij formeel buiten de criteria valt, want hij is pas voor het eerst omstreeks 1920 gedrukt verschenen. Daarvoor was hij alleen in handschrift bekend. We hebben hem toch opgenomen, omdat de kaart van Jacob van Deventer de basis is voor de eerste gedrukte plattegrond van Braun Hogenberg. Dus het voorbeeld daarvan wilden we ook zeker laten zien. Daarnaast, en de belangrijkste plattegrond daarna is die van Blauw. En die heeft ook, we zullen dat nog zien, vele navolgers gekend. Dit is dan de tweede kaart van Jacob van Deventer. Deventer in de omgeving. Dus niet met, zoals die andere, de plattegrond benadrukt, maar hier het geheel. Nou ja, daar valt verder weinig aan toe te voegen. Die andere hebben we dus al gezien.
dan krijgen we de eerst gedrukte plattegrond van Braun Hogeberg. En 1581 dus verschenen. U ziet linksboven een leeg doorsneden wapenschild. De bedoeling is, of was, dat daar de kleuren van de Hanze in zouden verschijnen. Rood boven, wit boven en rood onder. Er wordt vaak gezegd dat dat de stadskleuren van Deventer zijn. Dat is ten dele maar waar. Het waren dus in oorsprong de kleuren van de Hanze. Dat kun je ook zien in het opschrift van de kaart. Daar wordt duidelijk de vrije Hanzestad Deventer genoemd. Dus het aspect Hanze is ook terug te vinden in de kaart zelf. Merkwaardig is, die dunne strook land daar, uit archiefmateriaal blijkt dat dat een hertenkamp was. Dan denk je, nou, dat verwacht je dus helemaal niet. Maar het is een soort eiland en, nou ja, daar werden herten gehouden door de stad. Merkwaardig is dus dat Hogenberg, de punten waar dus Van Deventer geen naam bij zet, geen porta bij zet, dus niet heeft opgenomen in zijn plattegrond. Bijvoorbeeld de Buitenbrinkpoort is dus niet zichtbaar. En hier heeft hij de Duinpoort die aan het einde van de kerkhof zit, is niet goed zichtbaar. Er is hier ergens een poort verschenen. Er stonden twee poorten op de kaart van Jacob van Deventer, maar eentje maar met het woord porta erbij. Dus hij heeft hier zitten smokkelen en hij heeft dus, ja, dit zou eigenlijk de vispoort moeten zijn. Dus hij heeft een beetje gegoocheld. En de stakelde toren is dus ook niet, waar wel porta bij stond, is niet zichtbaar. Er zit een raar element wat ik niet heb kunnen thuisbrengen in de kaart. En dat is die rare insnede met een straat eromheen. Ik heb nergens kunnen vinden wat daarvan de bedoeling was. Er is wel ooit bekend dat er op de Brink, dus niet alleen de Waag die we kunnen zien, maar dat er ook een gebouw stond, een soort herensociëteit, de Roggestapel. Dus misschien dat het gebouwtje is van de Roggestapel. Maar op de volgende kaart zullen we zien dat het niet meer zichtbaar is. Wat hier wel nog goed zichtbaar is, is hier op de Brink de prachtige grote tuin. Hier was het Heilige Geest gasthuis, waar nu waar de oude Biep was. En hier staat het Birniehuis, waar mevrouw Wouter woont. En achter het huis van Birnie is nog een prachtige tuin zichtbaar. En ook bij de beeldhouwer in het oude belastingkantoor is ook nog een stuk prachtige tuin zichtbaar. Maar het is niet meer één doorlopende tuin. En dat is ook niet meer het geval hier, achter het archief naar de Nieuwe Markt toe. Die tuin is inmiddels ook op allerlei manieren met muren doorsneden. Nou, dit is dus de oudst gedrukte plattegrond van Deventer. Hij is in zekere zin niet zeldzaam, want het boek is wel 4 of 5 keer in verschillende talen uitgegeven. In het Latijn, in het Frans en in het Duits. In verkleinde vorm is deze kaart precies in hetzelfde jaar, 1581, ook teruggekomen in het boek van Guicciardini en zijn beschrijvingen van alle de Nederlanden. Ongeveer in grote 3/4 van de kaart van Braun Hogenberg. En ook die kaart is niet echt zeldzaam, want het boek van Guicciardini is ook wel een keer of 10 uitgegeven. Dus die zijn wel te vinden. Dan komen we aan de beroemde blauwkaart. We zien dus, de stad ziet er totaal anders uit. Er is een nieuwe verdedigingsgordel met een dubbele grachtengordel ontstaan. Tussen 1597 en 1621 zijn die verdedigingswerken voltooid. Met
7 bolwerken en 5 ravelijnen. De bolwerken, als we beginnen bij het molenbolwerk, het justitiebolwerk waar een galg staat. De galg staat dus niet meer hier, maar is nu binnen de muren. Het hellenbolwerk, het pikeursbolwerk, het varkensbolwerk, het Nassause bolwerk en het prinsenbolwerk. Dan ziet u dat nog een aantal van die bolwerksnamen in straatnamen teruggekomen zijn, zoals de Molenstraat, zoals de Pikeursbaan en zoals Prinsenplaats. Waar was het Volgeiland? Als je de... 2 ravelijnen. Dit noem je ravelijnen. Dit ravelijn is de enige die nog in de oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven. Dat is het huidige Vogeleiland. En daar is dus de 3e Brinkpoort verschenen. We hadden dus de Brinkpoort, de Buitenbrinkpoort, maar er is een nieuwe Brinkpoort. Dus is ook deze in de benaming de middelste Brinkpoort geworden. Wat ook zichtbaar is, denk ik, als je op de Rijsenburgerweg rijdt en de Axion ziet, dan zit daar een rare driehoekige parkeerplaats voor. Nou, volgens mij heeft dat te maken met het oude ravelijn dat hier heeft gelegen. Dat moet iets met die speciale vorm te maken hebben gehad. U ziet ook dat de buitengracht bijna verbonden is met de haven. En er zijn weer plannen op dit moment, dacht ik, om te praten over herstel van een sluisje in de Berg Singel. Omdat dat vroeger ook al ten tijde van Nering Beugel en zo nog in gebruik was. En hier zien we een kolk eigenlijk. Het hoort een beetje nog bij de oude gracht. Dat is later de vetkolk geworden, ook van Nering Beugel. Nou ja, de dubbele muren zijn ook hier natuurlijk goed zichtbaar. Je ziet dat de brug inmiddels al lang weer voor de stad ligt en dat het een schipbrug is. Dat is goed te zien op de kaart. Een gedeelte lijkt het wel. Een gedeelte is een vaste brug. En dit is de schipbrug dus waar voor de scheepvaart openingen gemaakt konden worden. Hier was de proosdij en hier is de tuin van de proosdij, die niet zoveel hierna. De kaart is dus uit 1649 en in 1668 wordt de tuin van de, als de laatste proost is overleden, wordt de tuin opgedoekt en verschijnt daar de stroommarkt. Er zijn nu plannen om dit gebied, Korte Bisschopstraat, Lange Bisschopstraat, Grote Overstraat, Spijkerbosteeg, om daar de stadshof van te maken. En u ziet dus dat daar een prachtige grote tuin is. Die nog, nou ja, waarschijnlijk de oudst redelijk intact gebleven stadstuin is gebleven van Deventer. De kaart van Blauw is veelvuldig nagevolgd. Ik ben er gelukkig in geslaagd om een etiketje van deze kaarten te vinden, want in het boek van Henk Slechte staat deze kaart nog benoemd als een blauw kaart. Maar hij is dus geen blauw kaart. Het is een Jansonius kaart. Jansonius, Amsterdamse boekdrukker en kaartenuitgever, heeft grotendeels na kopie van Blauw in 1557 een eigen stedenboek uitgegeven. De naam staat er niet op, maar als u naar de cartouche kijkt, de Ventria Fulgo Deventer, dan is dat meteen een heel kenmerkend verschil met een blauw kaart. Blauw gebruikt niet Fulgo, dat betekent in de volkstaal,
blauw gebruikt vernaculé, als hij het heeft over in de volkstaal. Dus bij blauw staat de Ventria vernaculé Deventer en bij Jansonius staat de Ventria fulgo Deventer. Dat is eigenlijk het enige verschil, plus dat de cartouche veranderd is natuurlijk, want bij blauw had daar, als we kunnen zien, een opdracht staan voor het stadsbestuur van Deventer. En dat is dus natuurlijk verdwenen in de kopie van Jansonius. De kaart van Jansonius is nog een keer herdrukt door de zoon van Jansonius in een boek Teatro Belgico van de meneer Leti. De Amsterdamse kaartenmaker Frederik de Wit heeft nog een stedenboek uitgegeven met twee versies van de kaart van Deventer. En de Amsterdamse uitgevers Kovers en Mortier hebben de kaart nog een keer met hun adres gedrukt. Dus tussen 1657 en ongeveer 1740 is die kaart nog diverse keren gedrukt. Nou, visualisering van de stad. Het is dus bij het bekijken van de kaarten is het van belang. Zit de kap op de Noorderbergtoren of niet? Je kan doorklikken, dan komen ze in tegen. Wat zei je? Als je doorklikt, komen die. Ja. Oh ja. Nou, dus die Noorderbergtoren. Ja, die komt zo. Dit is het rondeel de Keizer. Opmerkelijk is dus dat, hoewel de plattegrond uit 1581 is, dus de buitenbrinkpoort van 1544 er niet op staat. Soms op kaarten van veel jongere datum staat de brug nog ter hoogte van de bastion Graaf van Buren, zeg maar. Kun je zien dat ze gewoon de kaarten van elkaar kopiëren en overnemen en niet ter plekke aanwezig zijn. De kap van de Noorderbergtoren dus. Nou, de hertenkamp is grappig om te zien. Die blijkt dus ook op de blauwkaart nog gewoon te bestaan en gedeeltelijk verwerkt te zijn in de verdedigingswerken. Het zadeldak of de klokkentoren op de Lubbewinuskerk is ook heel belangrijk. Er zijn prenten bekend van de tweede helft van de 17e eeuw, waar nog steeds het zadeldak op staat. Nou ja, dat is dan meteen een bewijs dat de man alleen maar wat oude kaarten heeft zitten kopiëren, of prenten heeft kopiëren, en dus niks van Deventer zelf gezien heeft. Altijd dat dakje er nog op. Nou, het Vogeleiland dus. Wel met een verbinding dus naar de vaste wal. En een verbinding naar de bovenkant. Dus was dus een van de toegangswegen tot de stad uiteindelijk. Nou, dit is dus iets zuidelijker. Het ravelijn van de Rijsterborgerweg. U ziet dat onder de linden inmiddels is verschenen, de lindenbomen die daar staan. Later zou de worp nog beroemd worden door zijn grote lindenlanen. Maar hier hebben we dus al waarom dat gedeelte van de stad onder de linden heet. En de stadstuin die dus gaat komen, de plannen zijn daarvoor goedgekeurd. Dus er wordt een toegangsgebied gecreëerd. Door in ieder geval een ingang aan de Grote Overstraatkant, waar de gemeente een pand gekocht heeft onlangs. Nou, de kaart van Jacob van Deventer en zijn navolgers, die geven het stadsbeeld weer vanaf het, zoals het onveranderd is gebleven, vanaf het einde van de 14e eeuw. Dit is een kopie van een verkleinde kopie van een blauwkaart. En het prachtige van Deventer binnenstad is dus dat je eigenlijk nog met een kaart van 1581 door de binnenstad kan lopen, want het stratenpatroon met alle steegjes is nog precies zo als het was. Eigenlijk zou je van het stratenpatroon de monumentstatus moeten maken. Ik heb me dus ook buitengewoon verbaasd toen ik
Ik ben in 2009 weer teruggekomen in Deventer. Toen ik van de Atheneumbibliotheek de Noorderbergstraat in fietste. En niet verder kon. Hier is dwars door de straat heen zijn huizen gebouwd. Je zou, welke idioot heeft dat bedacht om op die manier het stratenbeeld te verstoren? En waar is de Stichting Oud Deventer of waar is de vereniging geweest om stampij te gaan maken over zo'n monsterlijke ingreep in zo'n trouw prachtig bewaard gebleven stratenbeeld? Waarschijnlijk is het niemand opgevallen, ik weet het niet. Maar ik vind het een barbaarse daad. Dan hebben we kaarten met gekke toestanden. Want er staat niet voor niks boven. Het hele verhaal dus. Vertrouw niet blind op een oude print. Want dan kom je van de koude kermis thuis. Deze kaart staat in een Frans boekje, een Belgisch boekje. Les délices de Pays-Bas. De eerste druk van dat boekje, ongeveer uit 1700... heeft alleen de wallenkaart van Deventer. Die hebben we dus niet opgenomen, want we nemen alleen maar kaarten met een stratenbeeld. In de tweede druk van het boekje is plotseling stratenpatroon ingevuld. Nou, daar hebben ze een gezellige fantast voor genomen, want er klopt dus helemaal niets van die kaart. Deze straat dwars door Deventer bestaat helemaal niet. De kerk staat helemaal ergens anders. Nou ja, verzin het maar. Er klopt werkelijk helemaal niets van. Het ziet er gezellig uit, maar daar is ook alles mee gezegd. Ga er niet op lopen, want dan kom je niet thuis. Een heel romantisch plaatje uit 1672. Maar u ziet nog steeds het verkeerde dak op de Lubbewinuskerk. Een enorme toren bij wat het stadhuis zou moeten zijn. Nou, er heeft nog nooit een toren bij het stadhuis gestaan. De Noorderbergtoren. Staat op een hele verkeerde plek. Die staat buiten de muur. Dus nou ja, het ziet er gezellig uit. Leuke scheepjes erbij enzovoort. Maar neem hem niet als een historisch betrouwbare prent, want daarvoor klopt er gewoon veel te veel niet. Nou ja, dan krijgen we nog een paar voorbeelden van lui die klakkeloos gekopieerd hebben. Deze ook, de toren bij het stadhuis, een kerk ertussen die er nooit heeft gestaan. Duitse boekjes, die hebben dus gewoon waarschijnlijk de prent van Merian genomen uit 1654 en daar snel eventjes een kladje van gemaakt. Het kan nog gekker. Een Italiaans boek uit 1706. Een profiel van Deventer naar het oudste panoramische gezicht uit 1552. En de plaatsnamen Deventer en Aldenzaal zijn verwisseld. Nou ja, welke zorg is er aan dat soort boeken besteed? Het toppunt is deze prent. In bezit van Frank Baars in Hengelo. Ik heb hem verder nog nooit gezien. Nou, als wij het tegenwoordig hebben over nepnieuws, dan is dit een schitterend voorbeeld van 17e eeuws nepnieuws. Nou is er natuurlijk in de loop van de eeuwen over oorlogen wel meer nepnieuws verspreid. En de berichtgeving over oorlogen is bijna helemaal nooit te vertrouwen. Maar 1672, Deventer valt in handen van de vijand. De bisschoppen van Keulen en Münster nemen Deventer in na onderhandelingen met burgemeester Nieland. Er wordt geen schot gelost. Deventer wordt uitonderhandeld en er zou later nog een hoop trammelanden over ontstaan, want de helft van de gemeenteraad wilde de stad verdedigen, de andere helft wilde de stad overgeven. Dus Bommen Berend, de beroemde Berend van Galen, de bisschop van Münster, heeft eigenlijk Deventer ingenomen. Een Franse prent, opgedragen aan Lodewijk XIV, de veroveraar van Deventer. Er staat Deventer boven. De stad die u daar ziet, heeft niets, maar dan ook niets met Deventer te maken. Kijk eens naar de grote bebouwing aan de overkant van de IJssel waar de Worp ligt.
Nou, ze zouden verbaasd zijn op de worp. Daar klopt dus helemaal niets van. Dan een inzetplattegrondje, Le Plan de Deventer. Nou, eerlijkheidshalve, dat lijkt enigszins op Deventer. De I-vorm. Maar wat zien we aan de voorkant? Een stadsmuur die in puin geschoten is. Mensen, er is geen schot gelost bij de verovering van Deventer. Die stadsmuur moet zoiets naar oud-testamentische voorstellingen op trompetgeschal ingestort zijn. Weer een voorbeeld van de navolging van Merian. Bij twee nog een keer prominente toren van het stadhuis benoemd. Leuk hoor, allemaal opgeleukt en leuke voorstellingen. Maar beschouw het maar als een gezellig plaatje. Maar neem het niet op in je gezichten, betrouwbare gezichten van Deventer. De ena houtsnede van Deventer is opgenomen in de Polyglotbijbel, die door de drukker Kloppenburg in opdracht van het gemeentebestuur is aangeschaft. Een houtsnede in 1601 gepubliceerd. De Noorderbergtoren kunt u zien, daar is de kap vanaf. Er staat iets van een hijskraan of een takel of zo staat er bovenin. Dat kan er natuurlijk wel. Maar de brug ligt er nog. De verbrande brug uit 1578 wordt in 1601 nog daar neergezet. Nou, dacht zijn opvolger, daar kunnen we wel wat mee. In 1622 heeft Sebastian Wermbouts een ordinantie op de wacht uitgegeven. En wat zien we? Keurig de brug weggewerkt en de brug voor de stad gelegd. Zadeldak verwijderd en er een leuke klokkentoren opgezet. Hetzelfde houtblok, maar opnieuw gebruikt. Tot in 1670 is deze houtsnede gebruikt. Dan zitten we met een probleem wat ik niet op kan lossen. Een Deventer almanak voor 1596, gedrukt door Simon Steenberg. Die almanakken werden dan het jaar daarvoor in augustus ongeveer gedrukt. Dus we hebben hier een plaatje wat hoort bij augustus 1595. Dan zien we dus dat de brug, de schipbrug, voor de stad ligt. Maar uit de geschiedenisboeken is bekend dat in 1599 het stadsbestuur besluit om een schipbrug voor de stad te leggen. Een drukker kan zich niet veroorloven om in een almanak van Deventer met een flauwekulplaatje te komen. Want in het jaar daarna staat die brug er nog steeds op deze plek. Dus ja, wat is er dan aan de hand? Is dat een voorlopige brug geweest? Ik zou het niet weten. Klopt het jaartal 1599 niet? Maar goed, er zou iemand dus eens in moeten duiken van hoe zit dat nou eigenlijk? Met onze rekeningen maar eens nakijken. Ja, ja. Steenbergen ligt niet. En de mensen die uit de stadsresolutie zeggen van dat is een resolutie van 1599, die liegen waarschijnlijk ook niet, maar hoe zit dat dan wel? Dan nog even terug op de Jacob van Deventer. In de brug ziet u drie keer het woordje mola staan. Er waren dus watermolens in die paalbrug. Dat moeten dan korenmolens geweest zijn. Je ziet ook opbouwtjes. Hè. Bij het woord mola staat iets. Een soort molenaarshuisje of zo. Opmerkelijk, want het was volstrekt niet gebruikelijk. Toch wel al een slimme manier om met energie om te gaan. Door daar watermolens in de brug te bouwen. Verder, bij die plattegrond van Deventer, van Jacob van Deventer, was het stratenpatroon door stippen aangegeven.
Hier staan ook die stippen. Het is bekend, dat is de manier van Jacob van Deventer om de schaalverdeling aan te geven. De afstand tussen twee stippen was 2 voet. Dus 60 centimeter zit er tussen 2 stippen. Daar kunt u met een meetlat op nalopen, dat klopt. Een grappig gegeven. Zelfs toen vroeger kennelijk kleine voeten, 30 centimeter. Maar goed, tegenwoordig kom je daar niet meer mee weg, denk ik. Goed, we begonnen het verhaal met dit plaatje. We eindigen het verhaal met dit plaatje. Het was een leuke klus om te doen. Het heeft ook toch wel diverse nieuwe gegevens opgeleverd. Die tussen het boek en de tekst door verstopt zijn. Het is dus bedoeld, in ieder geval voor mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van Deventer. En voor mensen die zelf een paar prentjes van Deventer hebben. Om precies te kunnen bepalen waar dat prentje vandaan komt en hoe oud het is. Ik dank u wel. Ja, dames en heren. Ik denk dat u net zoals ik gefascineerd heeft geluisterd naar de enorme kennis van Geo Hartong over de kaarten en de profielen van Deventer. U hebt ook kunnen horen, het is een oud leraar Nederlands klassieke talen. Die mensen kunnen wel goed vertellen. En hij heeft ons mooi meegenomen in die enorme geschiedenis van Deventer. En ook af en toe die herkenbare punten. Het was aangenaam om daarna te luisteren. En nogmaals, Geo, het is jammer dat je niet een hele grote zaal hier vol hebt. Maar als de coronatijd voorbij is, dan zullen we nog wel eens een keer kijken. Maar ik hoop dat de mensen thuis ook met interesse hebben geluisterd naar jouw mooie verhaal over zicht op Deventer. Nogmaals, dank.